ik ga nu een werkstuk maken van de bronnen die ik heb verzameld over Artis, die in deze map verzameld zijn. Dat doe ik door te klikken op de tab programma's en dan naar werkstukken maken te gaan. Nu kom ik op de eerste pagina uit van mijn werkstuk wat ik nu ga maken. En ik kan daar direct naar mijn bestanden toe om de map uit te pakken. Om een leuk fotootje wat ik heb verzameld op de eerste pagina neer te zetten. Ik kan er ook een filmpje aan toevoegen. Alles wat ik heb bewaard en verzameld kan ik in mijn werkstuk uitpakken. Deze foto kan ik ter plekke bewerken. Ik kan hem kleiner maken. Ik kan hem verplaatsen. Ik kan hem inzoomen. Ik kan met de pijltjes kiezen welk deel van de foto ik in beeld wil hebben. Op die manier bewerk ik ter plekke mijn foto. Erg handig. De video kan ik afspelen. Die doet het ook. Ik kan een tekstblok toevoegen aan mijn werkstuk. Artis noem ik het. Deze tekst kan ik bewerken op de Word manier. Ik kan het lettertype aanpassen, de lettergrootte, de kleur van de tekst. En op die manier kan ik ook de achtergrond bewerken en daarvoor een mooie kleur uitkiezen. Dus ik kan de hele layout aanpassen aan de manier waarop ik het precies wil hebben. Maar ik kan ook een nieuwe pagina toevoegen. En op deze manier bouw ik mijn hele werkstuk op. Wil ik het bewaren, klik ik op opslaan. En ik noem mijn werkstuk Artis. Klik op oké. En verder. Dan sluit ik mijn werkstuk af. En nu ga ik terug naar mijn werkplek waar het werkstuk is opgeslagen. Hier zie je mijn werkstuk. En door op de pijl te klikken kan ik hem kijken, bewerken, doorsturen, een kopie maken. Ik kan hem verder bewerken. Zo werkt de werkstukken maken in Edit.